Dames en heren, live vanaf Pinkpop, de jeugd van tegenwoordig, plus extra 9 in. Het is next level, je ziet het, vliegende dingetjes. Heb jij blauw ogen? Nee, maar ik vind dat leuk, je moet vertekenen wat ik zou willen. Een 9 in, een 9 in die heel graag blank zou willen zijn. Ja. Ik zal begonnen met een zelfportret en tussendoor ga ik even wat vragen stellen. De eerste vraag, ik vroeg me af, is Pinkpop wel straat genoeg voor jullie? Wij zijn niet per se straat, man. Dus het is in elk geval, wij zijn meer stoep. En het is in elk geval gewoon leuk. Ik weet niet of het straat is, maar het is wel leuk. Maar is Pinkpop dat stoep genoeg voor jullie? Dat wel, denk ik. Ja, we hebben Bruce Springsteen en Amy McDonald. Toch? Okay, ja, zeker dat zijn, vandaag. Dat zijn wel vertegenwoordigers. Vertegenwoordigeraars. Vertegenwoordigers. Vertegenwoordigisten. van de stoep gewoon. Pinkpop of Lowlands? Daar kan ik nu nog niet zo veel over zeggen natuurlijk. Maar Lowlands was wel heel vet. Maar Lowlands had niet een legende in de game. Uit New Jersey. Hij is geboren in de Verenigde Staten van Amerika. Bruce. Ja, maar Bruce was best wel... Bruce Springsteen. Hebben jullie Bruce gezien? Nee, hè? Bruce was machtig mooi. Blue collar. Born in the USA. Bruce. Heb je hem op tv gezien dan? Ik heb 3 dagen op de trekker gezeten om hier naartoe te komen om Bruce te kunnen kijken. Prachtig, machtig mooi. Bruce. Born in the USA. Maar als je gewoon moest kiezen tussen het festival, als je als... festivalganger zou gaan, is dan Lowlands of Pinkpop? Als ik als festivalganger zou kunnen kiezen, zou ik helemaal niet naar festivals gaan. Waarom niet? Omdat ik... ik trek het gewoon niet zo goed. In een tent slapen en... Ik wil gewoon naar een feestje en het dan heel laat maken en dan daarna gewoon naar huis. En tent slapen... Schijt op een Dixie. Helemaal niet zelf zinnen. Maar dat betekent niet dat festivals niet verschrikkelijk leuk zijn. Festivals zijn verschrikkelijk leuk, sowieso. En stel je hebt je eigen festival, wie zou er komen? Jacques d'Ancona, sowieso. De kinderen van Hans Kazan. Wat zouden die doen? Ja, een goocheltruc gewoon. Of ben ik nu neerbuigend jegens jullie kunst? Nee, toch? Bruce Springsteen sowieso. Hij heeft ook een elektronische act, hè? Dat soort met 808 en 303 en shit. Dat is ook wel crazy. En even kijken. P. Fabergé zou ik laten komen. Via Zover denk ik ook wel. Met een tv-programma met Mongolen. Ja. Het zou sowieso alleen maar voor Mongolen zijn. In hashes. Ja. En... ja, ik weet het. Jij mag ook wel komen, denk ik. Oké, relax van je. Ik ga nu een antwoord geven en dan moeten jullie zeg maar raden wat de vraag is. Okay. En jullie antwoord is Katy Perry, want dat is een geil wijf. Nee, never. Ik weet wat de vraag is. Wie verdient er een nekschot? Nee, dat is niet de vraag. Nee? Nee. Is de vraag misschien wie is er, staat er het meest om... Meer vanwege de uiterlijk dan vanwege de muziek op dit festival, behalve PVABC. Nee, natuurlijk heb ik niet zo'n serieuze vraag bedacht. Wil jij nog raden? Wat? Heb je wel geluisterd of niet? Nou, laat dan maar. Ik vond het wel echt heel erg interessant. Nee, jij doet gewoon niet meer mee. Ik vraag toch nee van iemand anders. Weet jij wat de vraag is? Neemt zij hem graag in de kont? Dat waarschijnlijk wel, maar de vraag was eigenlijk... Voor wie komen jullie op dit festival? Wie willen jullie zien? De jeugd van tegenwoordig. Ja, maar Bruce is al geweest. Bruce is al geweest en die hebben jullie niet gezien. Wie willen jullie vandaag zien? Bruce Springsteen. Elke dag. Als het niet Bruce Springsteen is, dan misschien Ilse de Lange. Ilse de Lange, maar die is er ook niet, hè? Bruce. Dus niet Amy McDonald. Bruce. Sowieso Bruce.
schinnen, 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 schinn